In het kader, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Ja! Nou kom ik tijdens mijn werk natuurlijk hele gekke dingen tegen, en hele mooie dingen tegen, en hele bijzondere dingen tegen. En ja, ik ben er weer eentje tegengekomen, zo'n bijzonder ding. Een driewieler fiets. Nou ja, deze is speciaal voor iemand die wat slechte been is. Die heeft een lekker band. Daar kan ik wat mee. Lekker band. Ik ga hem even repareren. En dan, ik zou zeggen, kijk even mee hoe we dat doen. Nou is deze fiets zo apart en zo groot dat je zelfs een krik nodig hebt om dus het wiel op te kunnen tillen. Althans, voor mij wordt het makkelijker om zo te werken. Vandaar dat ik hem even opgekrikt heb. Absoluut niet de meest gunstige plek om een band te kunnen repareren, maar goed. Je moet het doen met de dingen die je hebt af en toe langs de weg hier zo. Ik ga hem weer monteren en even toch even zeggen dat er een nieuwe binnenband in moet, want niet een hele fijne plek. Nou, de fiets is weer gerepareerd, de fietsband is weer gemaakt. Verder weg van perfect, want dat plekje waar die op lek was, net naast het ventiel, ja, dat is niet ideaal om dat te plakken. Ik ga ook in dit geval eventjes meegeven dat de binnenband eigenlijk vervangen moet worden. Dat zal vast wel gaan gebeuren, maar voorlopig zal die het weer even doen en kan er weer gewoon prima mee gereden worden. Ik ga hem even terugbrengen naar de eigenaar en dan ga ik weer door naar de volgende. Nou, ik ben weer bij de volgende aangekomen en dat is een hele grote Jeep met een kapotte radiateur. En ik zal zo meteen even laten zien hoe kapot die radiateur is. En die is aardig stuk. Moet hij ver? Nee, gelukkig hoeft hij niet zo ver. Dus ik ga het echt even proberen mijn best te doen om deze auto, koelend en wel, naar de garage toe te krijgen. Nou, zoals je kan zien, hier is het gat van de radiateur. Er hoort normaal gesproken een pijpje aan te zitten, zodat hier ook de slang erop gemonteerd kan worden. Afgebroken, die is weg. En daar ga ik wat mee doen.
En zo doen we dat. Nou, zoals je kan zien, een hele mooie constructie. Absoluut niet voor de lange duur, maar hij zit helemaal vol met water nu, het systeem. En ik zie geen water eruit lopen. Dus ik zeg op naar de garage. Nou, deze gaat weer rijdend weg. Lekker rijden met de auto. Hij koelt weer, hij doet het weer. Het water blijft erin zitten. Het is maar voor tijdelijk, het is maar voor een heel klein stukje. En dat gaat hij wel redden. Nou ja, en een leuke tijdelijke oplossing om te laten zien. Ik heb deze weer gemaakt. Die gaat weer rijden. En ik ga naar de volgende. En ik heb wat gevonden. Ik ben ergens naartoe gestuurd naar deze hele prachtige mooie transporterbus. Hetzelfde zoals ik heb. En die heeft iets. En dat is nog een sneeuw. De spiegel is er vanaf gereden. Nou, dat kan gebeuren. Kan ik daar wel mee? Ja, zeker. Ik heb duct tape zat bij me om vier auto's aan elkaar te plakken. Dus ik ga daar wat aan doen. Ik zou zeggen, kijk even mee hoe ik dit kleine feitje toch even probeer op te lossen. Zodat die weer rijbaar is. Nou, een grote hoeveelheid duct tape. Ik denk dat het wel gaat lukken. Heel mooi is het niet, maar wel effectief. Nou, deze auto gaat weer rijden. Ook dit kunnen we dus oplossen langs de weg. Gelukkig met een beetje tape kan er in ieder geval weer gereden worden. Scheelt allemaal weer een hoop ellende en gedoe voor morgenochtend. Vond je dit nou leuk om te zien? Vergeet dan zeker niet om even dat subscribe buttentje even in te drukken. En dan als je dat gedaan hebt bij YouTube, eventjes het belletje ernaast, zodat je op de hoogte blijft van onze nieuwe filmpjes die ik en mijn collega's natuurlijk allemaal maken. Vergeet ook even niet even een duimpje achter te laten als je dit een leuk filmpje vond. Als er nog meer vragen binnenkomen, dan kan ik eens een keer de Q&A doen. Hele goede vragen zijn al binnengekomen, maar ik wil er graag nog meer. Blijf ze insturen, blijf ze bij YouTube eronder zetten. Even bij YouTube, want daar kan ik ze vinden. Maak er een mooie dag van en tot de volgende keer.